Wat is hier, kom hierbij. Ik ben een paar keer gebukt door die fakkelbrigadier. Ik kom er niet voorbij. Yo. Die slingert als een dronken man. Je denkt, ik pak het gewoon anders aan. Beuk ja, je gewoon vol onder reet. Ja, inderdaad. Want anders kom je niet... Je moet echt jou met grof geweld aanpakken. Want anders... Wat een kutbaantje achterstevoren, zeg. Ja, hè? Ja. Dat lijkt gewoon een compleet ander circuit. Ja, het is best een fijn baantje, maar normaal gesproken. Ik weet niet hoe die normaal gaat. Ik ook niet. Eigenlijk ga je iedere keer in de toerenlimiter. Ja. Ik ga gewoon die auto... ik ben die taartschep kwijt. Je auto gaat gewoon naar rechts. Is jouw auto ook krom, Shadow? Ik heb mijn linker voorwiel dus helemaal knakt. God, wat een klote bocht. Oh. Tuurlijk, Sam. Jij krijgt een track limits penalty. Het is ongelooflijk dat Sam nog rijdt, überhaupt. Van het gebeuk. Goddomme. Ah, rijdt. Hij probeert tussen de lijnen te blijven. Oh. Die Mitsubishi die ligt echt veel bij het bochten, maar ik kom gewoon in de toerenlimiter op het rechte stuk. Dat slaat er nergens op. Jezus, oh, paus! Hé, jongen! Paul weer? Ja, elke keer weer. Goed zo, Paul! Goed, hè? Lekker, man. Ik kan er een beetje bij komen. Ik doe het voor jou. Ja, weet dat ik. Ik kan het voor jou. Ja, ik de 305 zeker niet eens meer. Nee, 288 houdt het al op. Gewoon ingehaald wel. Ik heb 3. Ja, dit is zuinigjes ook. Die Audi gaat wel hard, maar als je moet hem wel onder controle ziet houden, dat ding. Oh, goed zo. Ja, dat ding is echt gewoon, als je iets van de baan af raakt, dan is het... Jammer, joh. Die Audi, joh. Hé, hou eens op met duwen. Zo, wij niet sneller dan. Nee. Druk elkaar, kom op. Tess, jongen, wat doe jij nou weer? Ja, mijn auto is kapot, jongen. Ik kan niet harder dan 140. Echt eerlijk waar. Klap je er zeker weer op, kun je er niet gewoon omheen rijden? Nee, ik hou er omheen. Maak je een hele rare beweging naar links, alsof hij een beetje spastisch was. Mooi wel. Dank je. Ah, lekker hoor. Ja, hallo. Je rijdt toch normaal ook altijd maar maximaal 140, Mark? Ja, met die S-pas wel, ja. Maar dat kan hij niet, denk ik. Nee, dat mag ik niet. Pas te veel benzine, denk ik, met zo'n 3 liter. Dan wordt ze boos. Niks te zeggen, hè? Nee, ik heb het wel eens een keer Derde nog. Oh, netjes. Dan zeg ik het zelf. Netjes, ik krijg 13e. Wat? 6e, met moeite. 5e. Hoe kan dat nou? Je hebt toch mega schade, Chan? Nee hoor. God, oh. Ik word 8e door de penalties. Kak. Mooie tijd, Karl, 2 minuten. Het succes is en blijft een keuze. Geen één rondje kon ik normaal afleggen. Nou, jullie mogen allemaal nog even naar mij kijken, want ik rij nog steeds. Wauw. Hey Cello, je bent goed hè, je hebt wel geen penalty. Niet hè? De enige zonder. Ja. Ik heb wel gas geraakt hoor. Paul heeft ook geen penalty. Nee. Ik heb wat anders. Ja. Juist, hij heeft de... Nee, Paul die had 3 keer penalty, daardoor is hij niet. Ach, details. Ja, ik ga iedereen inhalen. Joehoe. Misschien reden ze nog niet. Nee, ik ben er nog. Ik ben er bijna. Oh. Oh, ik zie het nu. Mijn hele rechter voorwiel is gewoon weg. Ik denk al, waarom trekt hij zo, man?
Nou, dat zijn ze tweede avond ook. Ja, je moet gewoon het wiel eraf halen, hoor ik al. Ik heb wel onder de 3 minuten, hè, mijn snelste ronde. Ja. Nou, 2.50, hè? Dat bedoel ik. Ah, jammer weer dit. Ik weet niet wie me buikte, maar... 13 man. Iedereen, denk ik. Ja. Dat was gewoon Shadow die dat deed. Kan ook. Door wie werd je nou weer gebeukt, Shadow? Hoe kan het nou weer dat je auto weer helemaal toast was dan? Gelijk in... Ja, sorry. Namen. Ik wil namen horen, want dan weet ik waar ik omheen moet gaan. Pak op Brigadier en Sam zeker. Ah, ik ben er ook bij, dus dat komt goed. Oh, ja, kom op, Paul! Eerst, jongen! Bam, kijk, gaan we die auto maken? MBX, schade staat aan, hè? Ja, okay. Oh, god. Jullie is klaar, of ja? Ik vind die Audi alles wel staat een aan. Dus als je nu zeggen. 2 keer een klapper maakt, dan is dat gebeurd. Hey, Swaffla, ik ben weer achterste. Sorry, maar... Ja, ik sta altijd achteraan, waarom weet ik niet. Ja. Ja. Dus jongens, toch? Misschien willen Spilje iets zeggen. Ik denk dat hij zoiets heeft de instellingen in de server zo staan dat degene met de hoogste. Degene met de beste cheat staat achteraan, denk ik. If car color is pink, then start on back. Oh, ik wil eigenlijk liever achterin starten nu, moet ik eerlijk zeggen, bij die eerste S-bord. Ja. Dan sta ik dat maakt niet uit, dan kun je er ook in vliegen hoor. Ben klaar voor een sandwich. Oh, hij zit trouwens niet vol. Zit er nu op 16 man. Nou, netjes door die bocht, Paul en Fakkel, want anders dan zijn we toast. Wat denk je zelf, Mark? Dat gaat gewoon niet gebeuren natuurlijk. Nee. Nou, ik ben er door. Het gaat best keurig, Paul. Lekker. Oh. Lekker, hè? Oh, sorry. Oh, we hebben geluk, denk ik. Chan doorrijden, want anders zijn we echt een pinoot. We zijn een pinoot, ja, inderdaad. Oh, deze ook reverse. Ja. Alles reverse, oké. Okay. Hey. Oh, jongens. Ik heb gewoon alles al dat kloot. Terminal damage. Ja. Ja. Ja, dat is knap. Ah, fuck al. Maar toekijken is ook goed. Paul, niet naar achteren, niet naar achteren. Sorry. Die auto die gaat helemaal naar rechts toe. Oh, Ron, ik ga niet goed. Die auto gaat... Oh, ik klap er gewoon 4 in die zak. Ja. Ik denk, wat is die Noxie en Carlo, wat zijn die afstil? Maar die rijden eerst en tweede. Ik ga er niet meer sturen met een kudding. Oh, geweldig dit. Oh, jezus. Oh, dit is echt goed. En weer. Oh, ik zie gewoon geen weg meer, hoor. Ze mogen ze. Ik wil gewoon niet zo rijden, joh. Jezus. God, wat een kutbaan is. Hey, Nox. Oh, we sturen ze nou. Waarom liggen die jongen homo? Aan de kant. Jongen. Heb je toch geen bocht nemen? Zeg? Ah, nee. De een is nog debieler als de ander. Oh. Misschien moeten we toch visual only doen. Nee, helemaal niet. Nee, helemaal niet. Nee? Nee, dit is leuk. Dit is hartstikke leuk dit. Nee. Oh. Ik volgde jou. Jezus, moet je de handrem een keer aantrekken met het ding, dat is leuk man. Ik val een grote groep. Er is nog weinig over van mijn auto. Ja, hè? Terminal damage. User disconnected from the dat is terminal damage. Laat je vol, Shadow? Eigenlijk die taalschep eraf, kan ik je wat zien. Wat een klotebaan is het in reverse, zeg. Ja, lekker, hè? Oh, jezus, moest je me net aantikken daar. Oh, die Hachi, die heeft er bijna niks meer op zitten. Snipes die missen helemaal wat. Ja. Oh, ik ben bocht.
Ah, wat een klote rem heeft deze auto. Maar... Wat heb je dan? Ja, die Mitsubishi, maar... Er zit hij kan wel hard, maar die remmen zijn echt waardeloos. Dat is misschien toch niet zo rem is slim. Ook, rem is ook angst, hè? Ja. Oh shit. Yo. Ik netjes remmen voor die bocht en ik ook achter met drie auto's in de banden klappen. Oh, die trambaan werkt ook niet mee. Ah, Nox, dan moet ik remmen daar. Oh, weer. Ja, klopt, dan schreeuw je aan Nox, alleen jij zit hem te lachen. Hey, Lucello, burn-out, ja, ging achter z'n voor, of? Dag waterpolo, jongen. Ja, ik dacht, ik heb een mooi setje, maar je gaat het in binnenbocht hebben. Kijk eens wie we daar hebben. Kijk. Ja, ook een flash. Ja, auto is al gebraden. Hij is bevering een stuk, een motor in mijn stuur. Oh, zo. Hoi, fakkel. Dat was een muurtje, jongen. Oh. Wat een gozer, die vaarwaterige jongen. Gaat hij in de weg staan? Zo. Wie rijdt hij over die velgen dan? Wie staat? Ik denk MBX. Ah, ik heb wel banden. Dat was een A8 volgens mij. Audi A8? Oh, dat ben ik misschien dan. Oh, dat ben jij. Jij een blauwe auto? Niks meer erop zitten, hè? Ja, dat rijdt hij moeilijk, maar nou weet ik waarom. Maar ik heb ook een auto waar niks meer op zit. Doe met vrouw. Kun je ook nog kijken hoe die gaat? Dat is, Oh, hij begint te roken. Oh. Oh, die deed ik leuk. Heb je mooi gedaan? Dacht ik. Ik heb je niet eens aangeraakt. Nee, ook. Precies. Nah. Het gebeurt weinig. Ja. En deze bocht? Ah, die gaat ook leuk. Bijna. Kijk, even iemand anders een tikje geven. Oh. Oh, dat was Paul. Oh, ik heb vast. Hatse flats. Man, ik ben blij dat ik hem thuis kan brengen. Het is echt. Ik moet het überhaupt halen. Alles hangt los gewoon aan die auto. Ja, je blokkeert de banen en daarna kom ik er niet meer bij, Karel. Jammer. Nee, je was in één keer weg. Oh, wat gebeurde sorry, er? Sorry, nu wel. Kan niet uit. Wat er gebeurde, wat was dat jouw auto over de wars ging en daar ging ik in, als het ware. Ah, oh, oké. Okay. Maakt er maar niet uit. Nou ja, ik heb me toch weer helemaal naar voren weten te werken door hele melee. Dat is wel dat fijn dat die Audi gewoon schaal 1-1 is en niet 1-10 of zo. Wat is dit al wat voorbereid? Waterpannen, ja. Jongen. Treetje toch met een klein auto? Ja, ik reed de hele tijd derde. Ik denk dat hij 1-1 rijdt. Ja, dat is wel zo. Wat reed je in de puinpoeier dan of zo? Omdat je derde reed en nu 12e bent. Ja, ik reed flink in de muur. Nou rijdt dat ding niet meer harder dan 150. Had je erg moeten nemen, die rijdt 104. Dat kan hardzat zijn hoor. En dan hebben we nog geluk dat we bij die eerste S-bocht, bij de start, dat we er met z'n vieren nog doorheen kwamen. Maar daar achterin ging het al gelijk weer fout, geloof ik, hoorde ik. Ja, ja. En dan ben je eigenlijk al het neut. Als je daar een volle klapper maakt, dan is het al exit eigenlijk. Als je nog een beetje schampt, dan kan het nog, maar... Nou, dus kijken we weer achteraan starten. Ja. Ja, ik kijk de... Opzet in het spel hoor, als het elke keer weer zo is. We wonen ook nog, oh shit, nog drie. Ja. De auto. Wil je iets langzamers of iets snellers? Iets langzamers, ja. Kan dat? Oh, ja, dat kan. Ik kan alleen maar harder rechtdoor. Prototype. Weet je, met remmen. BMW M1. Mooi, karten. Oh, die BMW M1 is zo leuk, ja. Oh shit. Oké. Ja, het berichtje dat de kinderen mogen niet naar school hoeven. Of mogen. Er is een quarantaine. Oh. Oh. Dat wordt niet gamen dan. Dit is bij mij op school. Nee. Hey, Mark staat achteraan. Sorry, Mark. Ja, dat maakt niet uit. Ik haal jullie allemaal in. We hebben de boel ook dicht gedaan. Hey, Paul staat vooraan, hè? Hoe dan? Paul. Ja. Zie ik Maarten dan? Of...
Maar de kid ziek? Volgens mij zit hij nog even snel drinken pakken. Oh. Ja, of wc. Spannend. Kinderen wakker maken. Je bent morgen vrij. Nou, Softfly, staat gelijk neer. Ja, maar ik weet wat er gebeurt, want je gaat hier flauw naar rechts en dan moet je gelijk in de rem over een scherpe bocht naar links. En dan bukt iedereen vol op je, vol gas op je in natuurlijk. Klopt. En dus pas bij bocht 3, zei je? Nou. Je kan beter nee, inderdaad, ja. Het is flauw naar rechts en dan is gelijk een scherpe bocht naar links. Gaat hier is Gargamel, laat ze snel mijn plannen weten. Ja. No. Ik mis iemand, 15 man. Ik wacht alweer op de beuksmurf. Ja, iemand is eruit geklapt. Hachi is hij weg. Hachi is weg. Ja, die heeft de hele tijd erin. Halverwege de race al. Erin eruit, is wel lekker. Hey Ron, vraag even of Nick dan nog meedoet. Ja, die homo die gaat CSGO spelen, man. Kijk, dat, nou weer dan. Dat hoor ik graag. Ja. Echte mannen spelletjes. Pakkel, kom zo snel heen, Pakkel. Laat ze maar verbeuken, Robon. Gaan wij er gewoon lekker. Dadelijk lekker voorbij. Sam, oh. Jezus. Oh. Oh, wat is dit dan? Sam. Ja, Sam die staat gewoon stil in die bocht. Druk hier even. Druk hier. Oh. Wel lastig hoor, als een auto voor je zit en er omheen moet rijden. Oh, kom op. Of gang, klote ding. Parkeert de auto dan midden in de bocht, jongens. Hey, oh, jongens. Hey, wat doe je helemaal daar? Ron, dat is geen knuffelmuur, hè, dat weet je. Nee, ja, dat weet je toch? Oh, ik krijg zo'n half een doorzichtige auto voor mijn neus. Ga weg. Wacht. Nox, what the fuck. Ja, ik moet zeggen, het is wel een grote uitdaging zo met zoveel mensen, ja. Ja. Om dan nog heel over de finish te komen met een goede tijd. Jezus, fuck op brigadier. Ja, oh, sorry, ik was even vergeten remmen, jongens. Ja, ja. Jongens. Dat is zo weer. Oh, ik was even vergeten dat er een bocht zat. Ah ja. Oh, ik moest hier naar rechts. Oh, ik ging naar links, sorry. Oh, shit. Jezus. Zo slecht. Sorry, Paul. Ja. Oh, fuck. Oh. Oh nee! Oh fuck. Hoe kan die Mitsubishi van jou zo hard Nee, ga nou niet remmen! Ja, dat is toch een bocht mogelijk? Nee, dan kun je gewoon plak gas! Niet met deze auto, dus met die ook. Ah, jongens, moet je nooit geloven. Oh, komt de Ron in één keer voor mijn neus. Nooit geloven. Kom Jans, hap gas erop! Ja, jij komt uit de lucht vallen, joh. Hoe kom je vandaan? Weg, motorkap. Oh. Dat doe je goed, Carl. Goeie bocht. Ja, die moet je echt vroeg in de remmen, die bocht. Oh. Curbstones moet je niet meepakken. Nee, joh. Kijk uit, hè. Oh, je bengel. Heb je ook die Audi, Carl? Nee, maar met die Mitsubishi is dat net zo. Oh, knuffelmuur. Ah, ga maar stuur. Kak. Moet je hem ook goed op het bureau vastzetten. Mag jou afkijken. Nee, dat stuur. Oh. Hey Mark, wat controle. Mark. We koop shit. Wat zeg je, Jan? Ja, we kopen shit. Dat gaat prima. Ja, ik... Domme. Ik reed zeg maar... Er reed iemand net naast mij en je richtte mij op de curbstone. Dus ja, dan ga je spinnen hoor. Als je dan gas geeft. Ja, excuses om te kijken. Nee, geef niet. Ja. Nou, Mark, dan geef je de oplossing al, hè? Ja, klopt. Dan had ik al eerder het gas los moeten laten. Maar ja, ik zag niet dat iemand mij erop duwde, dus ja. Beetje opletten, hè? Ja, sorry. Tim, jongen, ik kom zo naar boven om je even te laten timmeren. Jij loopt die Audi hard op het rechte stuk, zeg. Teringlaag. Oh, die shadow, echt, hè? Oh, normaal. Ah, nee. Je bent gewoon een Indiaan, man, met een rook wie niet toe. Wat er een zwarte rook komt er uit je auto. Die Audi gaat echt hard rechtdoor. Doei, doei. Ah, vieze flikker, jongen, echt. Ja, nou is het helemaal een vouwwagen. Nee, hè? Ah, kom op, zeg.
Zo vies, Sam. Kom, ga zo die bak. Ik zeg, Jan, het is gewoon knap als je nu eerste wordt. Oh, zoals de ronde tijd. Godverdomme! Ik stop ermee, ik ben er klaar mee. Verkors, vuile klootzooi. Auto kapot, ja? Ja, nou kan ik niet meer mee sturen, nee. Welke flikker was dat? Sam zeker. Ja. En weet je wat nog ergens is? Ja, ik tikte Jan een klein beetje in de achterkant, en er zat er nog eentje achter en die tik me op de kont en ik ging de muur in. Pam, klaar. En ik, hij was al geel. Ja, hoe kan hij nog rijden überhaupt, Sam? Hij rookt aan alle kanten. Volgens mij zie ik gewoon vier niet rubberen wieltjes. Die kreet is ook veel sneller dan ik. Hulpprogrammaatje. Nou, veel harder. Dat je David. Hey, de zwaffelen ook, hè? In godsnaam met die Audi R8 rijden, man. Echt waar, ik kan er gewoon niet meer over weg van de kudde in. Ja, dat is een fijne auto, hoor. Ah, oh, net snelste ronde, kak. Alleen, je moet eigenlijk met al die auto's geen curve pakken. Nee, dat duidelijk. Nee, geen curves pakken en gewoon een beetje sensitief op het gaspedaal. Klikken naar opzetten. Ja, maar dat kan ik niet. Ik heb niks aan vol gas. Ja, nee, dat af en toe ook gewoon tussen gaan schrijven. Dat kan niet. Oh, dat is ademhaling. Weet je wat je moet als je goed rijden wil? Dan moet je single player opstarten. Je hebt zeker van niemand last gehad, Noxie, met je vijfde plek. Zo, echt wel. Met wie heb je helemaal lopen knuffelen dan? Ja, ze gaat je geen aan. Ze hebben vandaag op school, hoe heet het? Ons is een leerkracht die heeft corona. Oh. Leerkracht. Oh. Oh. Nou, ik zeg 10 dagen in de quarantaine, hè? Nou. Ja. Dus, ik zeg dat wordt gamen. Dan ben je morgen ook ziek, Maarten. Ja, helaas. Ben je bij Siem of Elana? We hebben Siem. Oh. Siem is net zondag getest. Ja, dat was een negatief. Mag hij weer, zo'n ding in zijn neus? Ja, het is vijf dagen, toch? Ja. Eerst 5 dagen in quarantaine en dan testen, toch? Nee, hij blijft gewoon 10 dagen, joh. Nee, nou, vijf dagen is voor homo's. Is zondag getest en daarna niet meer op school geweest. Dus, op zich kan hij niet getest worden. Nee. Oh, maar hij is niet naar school geweest, dus het scheelt. Nou, hij zou morgen weer gaan. Nou, niet meer. Wat zeg je daar? Ja, het chic komt niet meer terug. Die is benzine halen en de boel in de fik aan het zetten, zegt hij. Ja, hij had problemen met zijn audio, daarna met zijn controller die uitviel. Oh, hij stuurt me nu weer een berichtje, ja. Dan moet hij oppassen, zeg vast de telefoon uit. Bijna achteraan. Doe maar de eerste, jongen. Nee. Ja. Maarten is een eerste starten, jongen. Eerste? Appeltje eitje. Dan denk ik ook eerste woord. Denk het ook. Ja. Nou, ik probeer maak hier gewoon de auto ook heel hard. Ook een doorzettingsvermogen van een zak hooi ook, hè. Hij heeft elke avond heeft hij gedoe. Als hij nou even 10 minuten eraan spendeert, is het zitten fixed als ICT'er. Maar nee, gewoon de boel in de hands zetten. Dit is ook reverse. Juist, en dan in Brabant op een of andere grote sofa ploffen. Ja, nou dat doet er niet. Kom maar wel. Proef ik daar enige frustratie, Nox? Ja. Nee, maar hij heeft elke keer wat ook. Het is gewoon elke week is er wat. Of zijn audio blijft hangen, dat we de hele week of de hele avond van zijn vrouw kunnen genieten. Ja. Ja. Oh, dat ken ik. Geniet het dat aan. Klinkt bekend. Ja, inderdaad. Nou, godverdomme, nou die deur dicht. Oké, rustig. Ja, bedoel. Nou. Oh, nou. Iedereen houdt een beetje in. Nee, dit was via. Via. Oh. Het is een beetje een smal weggetje hier. Ja, het is smal, ja. Oh, crash er weer een. Die gaat. Kom op, fles niet te haal, de rem. Ik word alleen maar gebeukt, joh. Ah, nee, joh, je bent te bang. Ik ben echt te bang, jij. Okay. Jongens, ga er lekker in die buitenbocht staan. Ah, weer laatste. Hoppa. Jongens. Hoppa. Ah, kom.
gewoon verkeerd dat joh. Ja, het is allemaal Paul's schuld. Hey, sniper, je zou de eerste worden. Ja, ik kom zo wel. Hey, even het, vind je ook niet dat Shadow slecht is? Ja, nog steeds schade. Vlug mist je me net, Maarten. Ja. Ja, schade weer uit, ja. Ah, man. Wat rij jij scheef, Chris? Ik heb geen landen meer. Oh, er ging maar naar de auto. Wil je gewoon niet, man. Ja, dat heb ik ook. Ik reed heel rustig achterin. En ik haal rustig een paar mensen in en die zien geen remlichtjes op auto's. Oh, wow. What the fuck? Ja. Wat een klote baantje trouwens, zeg. Ja, fijne auto, ja. Het is wel een. Het is even wat anders, ja. Ah, kom, ik ben al blij dat ik weer door de melee heen. Want ik rij links de auto op. Dus ik weer helemaal achterin starten. Ik heb het weer gered om er doorheen te beuken. Maar John, waarom rij je 15e? Oh. Nee, ik ben eruit gegaan. Ik kon niet meer rijden. Ik was kapot gegaan. Auto. Dus hoe was je nou weer gebeukt? Sam zeker. Ja. Wie is Sam? Geen zakgeld meer voor de jongen deze week. Degene die jou beukte. Jezus, waar zijn de nummers 1 tot en met 5? Die zijn echt heel ver weg. Ja. Oh, flash, jongen. Ja, ik ben nog 13. Nou, jongen. Ik zat naar jou te kijken en ik let er niet op. Ja. Oh, god. Nou, kapot waarschijnlijk. Nou, valt nog mee. Oh, dat ging niet goed. Is er nog een truc om die buitenspiegel te krijgen, waar je van achteruit een spiegel te krijgen? Is voor APK niet nodig. Heb je controle? Alles wat achter je is achter je. Ja, platje naar achteren. Ik heb pookje met platje naar achteren, zeg maar. Ja, zo ja, maar ik bedoel, je hebt geen vaste of zo. Nee, dat niet. Heb je al die kut, klapband. Mark, wat doe jij? Ja, klapband. Ik heb maar per se heb ik wel een vaste achteruitkijkspiegel, Maarten. Daarom zeg je moet altijd blijven rijden. Dat is een rare plek. Of je de opties zoeken. Oh, zo. Ja. Inderdaad, in opties, ja. In je hut. In je hut. Ah. Wel fijn. Nee, ik lag vijfde. Heb ik een klapband. Mijn motor een stuk. Volgens het ding. Marcel, wat ben jij natuurlijk? Ik probeer de finish te halen, maar... Ja. Ik heb nog geen ronde volgemaakt. Oké. Okay. Nee, echt niet? Nee. Eerst kijken wat ik kan. Nu. Cello, wat gebeurde er allemaal 3 bij de 59, één ronde. Nee, ik heb twee... linkerkant is helemaal lek. Maar wat gebeurde er bij de start dan? Tapte je gelijk erin of zo? Nee, ik kon hem op zich ontwijken, die eerste klappen. Maar daarna? Daarna niet meer. Robon, reed je ver achter Flash vandaan of niet? Wat zeg jij? Of je ver achter die dikke aanreed. Hey, nee, ik ben niet dikke. Nee, ik kan niet meer rijden, man. Ik heb alles kapot. Maar die vetzak is denk ik wel een eentje weg. Jammer weer dit, jongens. Zo is toch gewoon de waarheid, of niet? Ja, jammer weer dit. Ik ga op de... Ik ga me weer lijnen. Jij hebt een roze auto, hè? Ja, dat bedoel ik. Pink faggot. Ah, Maarten! Wat dan? Zo, ik rijd gewoon mijn lijn. Ik rook toch een partij veel, joh, met die auto. Even alle banden lekker. Lekker, Noxie. Wat zit je auto kapot. Lekker, lekker. Ja, ik klapband links voor. Jullie ook, hoor. Jongen, jongen. Poeh, hè? Ja, we zaten continu redelijk wat in elkaar. Ja, er gebeurde iets eindelijk al tweede ronde, hè? Van die stuk naar de achter ging het, toch?
Ja, ik ben al blij dat ik weer door de hele groep ben gekomen, weet je. Ik start er weer als 14 of 15, hè. Dan moet je weer door heel die meute heen. Ja, maar... ook als 13 of 12. Misschien omdat je dat steeds doet, start je steeds laatste even. Gaat goed of niet, Cello? Ja, ik ben er bijna, toch? Ik denk dat Cello naar de quickfit moet, hoor. Waar is die? Is er weg, rechtsaf. Of misschien heb jij even tijd erom voor hem? Elkaar gaat me inhalen. Nee, ja? Dat wil ik niet. Ja, ga weg. Ga niet zo slinger, idioot. Nee, dat doe ik expres. Blijf beuken. Ja, je gaat inhalen. Ik druk je wel aan de kant. Goed zo, goed zo. Ja, ja. Hop. Nee! Nee. Ja, ja, wegwezen, Mark! Oh nee! Ja, dat heb je zelf gedaan, Mark. Daar ben ik nee, op 10. Je hebt nu de Paulo jongen in je kofferbak zitten. Ja, ja, ik ga niet buiten. Wie kijkt me nou weer aan? Wat? Ah, Paulo! Ah, net voor de finish. Heel oh, tactisch heerlijk. Dat keer, jongen. Ah nee, ik ga het einde niet halen. Nee! Ah. Jezus, wat een pruts. Oh, 3 meter voor de finish. Homo. 30 meter, Mark, 30. Oh, 30 meter. Ah, ga nulletje meer of minder kijken bij de belastingdienst toch niet naar. Nee, hè? Nee. Ah, als je boven de 2 minuten rijdt, ben je een loser. Ah, oh, bedankt, jongen. Wat met een Mitsubishi? Mitsubishi. Shadow zelfs 3 minuten 18. Nou, netjes hoor, Shadow. Jezus, Mina zegt, het is toch geen doen, man. In Parijs rijden met 16 idioten. Maar Sam, wanneer ga je nou eens een keer even normaal rijden? Godskleren zeg. Nou, Is hij al 18 dan? Volgens mij leert hij van de beste, of niet, Mark? Hij is met zijn rijbewijs bezig. Als hij gaat rijden, dan zou ik maar even niet de straat op gaan. Want, gaat het even duren. Als hij zijn rijbewijs heeft, dan scheur ik even langs en dan helpen we hem direct van elke angst af, ja? Hebben we nog een ronde? Ja, ridiculous mode. Je mag beginnen, jongen. Ik denk dat ik niet. Ik denk dat er een perfect tijdslot is waarop Sam kan rijden. Dus tussen 9 uur 's avonds en 5 uur 's nachts. Welke auto wil je dadelijk, Robon? Weer 12. Niet zo snelle. Die Volvo? Volvo Station? Dat doet die Minima. Oh, de Minima. Maar, met die iets oudere wagens. Die Volvo Station en die BMW. Ja, die BMW. Dat zijn die wagentjes. Oh, die zijn wel leuk, ja. Even een beetje tijd nemen, Chan, want ik ga even lekker pissen. Ja, hoe heet die dan? Ik heb geen idee. DC1 of zo? DC1 is je hele zijn. Ook de tijd toch? Nee. Ik zal het zo wel even zeggen als deze race finishen, hopelijk. Oké, okay, waar is Sam? Sam, waar ben je? Sam. Ik ben voorin. Ja. Nee, dat lieg je. Ah, jongens. Wat leuk dat ik al 5 minuten Ik zie wel aankomen van Bijkant. Jullie gaan wel laatst hoor. Ja, lach ik net ook, maar... Oh, Tambak, hij mag natuurlijk niet. Oh! Jongens, jullie zien toch hoe die baan loopt? Echt! Ja, maar door al die meloten voor mijn neus zie ik echt niks, hoor. Oké, blijf recht rijden. Oh. Ik blijf recht rijden. Ah, dat is net genoeg ruimte. Oh. Hebben jullie die... Ah! God, hey, oh, vijf, lekker! 5 naar 5, hè, al. Kom, hoe kan ik jou? Ja, ik word ook gewoon omgedraaid. Het slaat echt nergens op. Ron, gas! Ja, ik werd even aangetikt, man. Nou, even. Nou, maar hopen dat we niemand tegenkomen. Hoofd! Ja, dan moet hij wel door de bocht, hè? Ja, dat probeer ik, maar hij zit lang op je auto. Oh, man. Shit. Noxy gaat die event winnen als hij vooraan blijft. Met de bocht hier. Hoppa, serieus. Oeh. Nee. Ah, stop. Wie was dat, Paul? Ja, ik weet het niet. Nee, ik was het. Ik kon het niet doorheen. Jij reed naast me, ik denk, dat gaat niet goed volgens mij. Dat ging niet goed, nee. Nee. We waren even een paar spinnetjes. Oh. Hey, serieus, ik heb gewoon 39 seconden split. Zo, wat een inhoudactie. Nou, Marcel. Ja. De auto. Dat wel, maar. Dus
Hey joh! Oh, sorry. Ik moest een kleine correctie doen, maar ik wist dat hij zo dichtbij zat. Kleine correctie, jongens. Even via het gras in de muur, Noxie. Oh. Dat is gras. Ja. Geen idee hoe die baan loopt, joh. Oh, even gras maaien, Baron. Maakt het je? En dan gewoon een penalty krijgen. Ja, dat is goed gegeven. Jij? Ja. Ja, hij zat in de weg. Maarten, dan moet je godverdomme remmen. Heel goed, Maarten. Godskadonnen zeg. Haal ik ze netjes in? Nee. Niet netjes. Niet netjes, je beurde Karel of Marcel, dan moest ik even... Ja. Payback daar. Ah, wat mooi is hoor. God, een beetje voor Marcel zorgen. Karel, heb je auto stuk? Maar hij nog nee, niet. Nee, gelukkig niet, maar... Hey, wat is dat? Penalty? Van onzin. Hey, ik volg druk hier in die bocht in één keer, allemaal echt, mensen. Hè? Oh. Ach, kom op, hè, Robon. Ah, eigenlijk is die vleugel weg, ook een beetje overzicht. Ja, daar was ik ook altijd blij mee. Oh, helpt niet zo veel, maar... Ja. Ah, die ben ik bij de eerste ronde al kwijt, joh. Borderline. Huh? Je hebt een lekker band. Volgens mij trekt hij een beetje de één kant. Bij mij? Nee hoor. Borderline, ja zeker wel. Nee, zeker niet. Je vonkt als gek. Kunnen borderline er... Ja. Nee, dat die vonk klopt, want mijn motor is actief. Is. Oh, is dat, dat is een cosmetische optie. Ah, lekker hoor, Paul. Ja, bedankt hoor. Awesome. Final lap, jongens. Nou, voorin is het ook spannend. Rond op met een gras. Komt er ook even een van. Rij je tegen een motorkap aan van iemand? Dat ging toch netjes? Wie heeft zijn motorkap verloren? Ik in ieder geval. Wie niet? Wie niet, inderdaad. Ja, die iedereen bijna wel, denk je. Ah, motorkap achterkant. Is dan langs, ja? Ja, ik ben er langs gekomen. Dag Cello. Yo. Pak je zo weer. Oh nee, laatste ronde. Kak. Ah, kut. Die Audi gaat echt de bocht niet door, hè? Nee, je moet hem even een beetje helpen, ja. Een handremmetje. Jezus. Oh, oh. Jij wel eerste met de Audi, dus het kan wel. Ja, dat kan wel. De Audi is denk ik voor dit circuit ook de beste. Dat scheelt echt heel weinig. Mooi inhaal hoor, Evert. Heel netjes. Dank je. Ik zag dat je twee keer eerder wilde, maar je dacht of we klappen allebei of ik probeer het later nog een keer. Nou, ja, precies. We moeten een goede moment kiezen, hè, dat we geen last van elkaar hebben. Ja, Noxie, hoe werkt dat dan? Noxie, kijk eens. Hoe werkt dat dan? Ja, klopt. Plus 2 seconden, ik eindig in de grindbak. Geen één rondje zonder tegenwicht. Ik denk, ik ben derde. Ik ging als derde over de finish, maar... Ja, dat klopt. Ik had stuurfout en ik ging schuilen. Dit was de laatste in de serie, hè? Dan ga ik even plassen. Ja. Netjes, Evert. 1.37. Ja, nice. Ja, klopt. Dat laatste stuk, Evert, klopt. Dat rij je heel anders als dat ik doe. En daar trek je echt finaal weg, gewoon. Echt lomp. Ah, leuk. Ik heb het penalty. Waterpolo, jongen, is nog net sneller dan me. En Marcel ook. Kut. Ja, terecht. Je duwde me met de baan af. Ja. Ah, toch was het niet geworden. Dat denk ik niet, maar. Ik ga ook even een 0.0'tje pakken. Chan? Ja? Dat is bij die reeks waar die Mini ook zit. Die auto die daarna komt. Dat is die Volvo Station en die Ford Sierra en zo. Het gaat heel langzaam, toch? Ja, die gaan wel langzaam. Die zijn een stukje langzamer, maar dat is, daar is meer behendigheid. Nu is dat wel leuk. Dan heb je ook iets minder kans dat je auto gelijk tot los is. Nee hoor. Oh. Hoor ik daar corona?
stuweltje. Ja. Uh-huh. Ja, ik heb nog wel een wachtstaartje. Zo'n startatieve zak, hè? We hebben nog wel iets om in je neus te douwen. Ja. Oeh, lekker. Ik ben vanmorgen nog geweest. Ik heb precies zoeken. Ja, ik hoor niet wat zeggen. En die fabrikant van lange wattenstaafjes is nu fucking stinkend rijk, hè? Ja, snap ik. Kut Chinees. Ja, dat is altijd een Chinees of een Indiër is het, hè? Welke is dat? Tuner, GT, Invitational? Invitational. En dan Passing Tour Car. Kan ik heel veel wat drinken pakken? Of, ja, hoor. Neem maar iets mee voor je vader, joh lul. Of koekjes, een van de twee. Of allebei. Ja, mix. Ja, mix, daar heb ik nog wel een Pornhub linkje voor je. Oh, leuk. Dat is wel ook een Japmix. Met die wazige dingen ervoor zeker. Wel voor VR, hè? Anders is het niet leuk meer. Ik wil ze wel op schoot hebben. Ja, als je het eenmaal in VR hebt gezien, dan wil je nooit meer anders, hè? Precies. Zonder knoflooksaus. Kies praat, jongens. Jeetje. Ja, dat is de oude generatie, hè, klopt. Toen mocht dat nog. Ja. Tegenwoordig heb je mensen die geboren als een vrouw zijn, maar dan een man zijn en een jurk dragen, maar je moet ze aanspreken als het. De meeste die rond je lopen spreken aan als het. Zo, present. Zoals dat je bij Mark doet, of niet? Jan heeft het interview aan het kijken van met Oprah en hoe heet zij? Maggot. Maggot en haar broertje Faggot. Ja, lekker. Ja, maar dat interview is een en al sensaties. Ze schreeuwen maandenlang, we willen met rust gelaten worden. We gaan uit de social media. 4 dagen later openen ze het grootste account wat er is. En we willen met rust gelaten worden. Iedereen weg. Maar we hebben wel een Oprah interview. Ja, ik krijg het heen en weer. Dat doe ik van normaal. Ik geloof er niks van. Hey, maar ze zijn uit de Royal Family. Hoi, schuitje. Ik natuurlijk, dus de hele geldkamer is dicht. Ik ben aan het racen. En met die interviews wat en met die Netflix-serie dergelijke, daar hebben ze al miljoenen binnengehaald. Dus, ik zei vanmiddag ook inderdaad tegen de vrouw Klot, dan waren ze heel bravado. En we gaan eruit en krijgen allemaal het heen en weer en we stappen eruit. En toen zaten ze in een of ander huurhuis zonder iets erin en toen was het shit, het geld. Oeps. Nou, en dan krijg je dit dus. Echt gewoon één grote sensatie. Gewoon weghalen. Bah. Chan? Ja? Moet je een beetje kleine baantjes kiezen. Dus niet banen van 5 kilometer. Oh, waarom niet? Is dat leuk toch? Nou, als je 3 ronden doet. 4,9 is ook goed. Ja. Of 3 laps is ook goed. We hebben eerst een paar rondjes nodig om al die beukers te ontwijken en dan kunnen we nog een beetje gaan kijken of we weer vooraan gaan rijden. Je wilt meer rondjes? Meer rondjes, lange banen, veel rondes. Nee joh, gewoon kort en snel een keihard beuken. Kort en snel. Ik ken de procedure. Ja, en daarna afrollen en pitten, of niet Maarten? Dus. Maar dat zegt zij toch ook altijd, hè? Zo kort mogelijk. Ja. Alsjeblieft niet weer. Dat komt er meestal daarna, ja. Oh, deze. Oh ja, die fijne auto. Wat is de fijnste auto? De BMW. Je mag geen auto, ik zie alleen maar... Wel achterwiel aan drijven, hè? Ik hoop de BMW inderdaad.
kan de livery niet aanpassen nog. Ja. Bukaras enige de Alfa Romeo. Ik wil zeggen, je raadt nooit wat ik heb. Italiaanse kutbak. Precies. En toch is die Volvo, die is het lichtste van allemaal. Terwijl je zou zeggen dat die Volvo met die kinderzitjes het zwaarste is. Die station, hè? Ja. Ja, die is geweldig. Hij is wel foei lelijk, inderdaad. Ja. Ja. Het maakt niet uit welke auto ik rijd. Ik zit toch lekker achterin. Ik kan beter een Volvo nemen, die is wel veiliger voor mij. Ja, het is wel steviger, hè? Het is wel een tank eigenlijk, hè? Shit. Ja. Die Italiaan, die verliest al onderdeel als ik gas geef. Ja. De voormalige pand van het leger des Heils stond in de fik, Marcel. Vandaar al die sirenen. Oh, echt waar? Ja, ik dacht wel. Ja. In de stad? Of? Aan de Beekstraat, ja. Oh, jutje. Ah, ja. Naast maar die brouwerij. Ja, is alweer geblust. Oh. Oh, nu al kut. Ja, dat... ja. Ja. Vandaar dat ik iets later was. Maar het is geblust, dus je blaas is leeg. Of, ja. Nou, de pand wilden ze al slopen, maar dat kon niet. Monument. Nu wel, denk ik. Ja. Ja. Nee, inderdaad. Maar kunnen we? Of, Volgens mij kunnen we. Ja, oké. Okay. Dan met die banaan. Resume. What's up? Weer een prijs. Oh nee, Stakers 2 ook nog met die. Gaat weer, Paul. Gaan we weer. Ah, nee, Paul is het vooraan. Nee, ik ben al... Ja, samen met jou van Romeo. Je moet zeggen. Ik ga iedereen ophouden in die eerste bocht, echt waar. Carl Marcello is ook mooi lekker vooraan. Oh ja, redelijk deze keer. Als ik die bocht zie, dan laat ik het zo zeggen. En ik sta... Oh, als allerlaatste, geloof ik. Verrassend. Ene laatste. Nou. Niet meer dat je me even bijkomt dan. Hé, hey, maar weet je wat toevallig is? Ik sta nu op plek nummer 13 en ik heb ook al mijn auto race nummer 13. Ja, hey, vraag je erop. En ik hoop ook dat je 13e eindigt even. Ik heb op mijn auto race nummer 1 staan, alleen die logica werkt niet. Oh, nee. Jammer. Mis hem, oh, dat juni. 15 tellen, ja. Ja, 14. Kijk, de Eiffeltoren. Mooie scenery. Niet met die Volvo tegen mijn lak. Ik wil geen roze lak op mijn blauw. Kom op. Ah, nee. Oh, wat is dit, jongens? Rot op die Volvo. Ga weg. Italiaanse auto, jongen, die moet echt verdwijnen. Ik word gewoon even in de 360 gedrukt, hè. Ah, dat is flash alweer. Hi, poepie. Oh nee, kom maar op. Zo, heel cello, heel grap. Alfa en de muur. Alles op die Itaka. Wow, flash, jongen. Dat is allemaal echt niet normaal. Hey, oh. Snipes is mijn nemesis. Ja, nemesis. Nemesis. Wacht maar eens even op, als ik je tegenkom. Hij is handig. Ik heel netjes heen. Ah, Karel. Ja, wat een smerige actie, Karel. Dat... Jezus, jongen. Gewoon echt vol de rechts, hè? Ja. Dat was de ene op de En dan maar zeggen dat er zit hier op iedereen te klagen, hè? Gebruik maken van, Karel. Hij zit op ja, iedereen te klagen, die Karel, maar... Anders ja, had ik dus even in de muur gezeten, dus ik moest wel... Ik moet het toch beter wel meer recht lullen wat krom is. I'll be back. Serieus, Sam rijdt voorop hoor, nou hoor je hem opeens niet. Ja. Oh. Anders beukt hij alles en iedereen en nu denkt hij... Nou gaat hij in één keer goed zijn best doen. Dan denkt hij, ja... Maar we pakken hem wel. Paul rijdt achter hem. Ja. Hoor jullie dat? Al die ik heb hem in het vizier. Praten. Hey, Chan. Ah, oh, vies spook. Hier, ik wist het wel. Daar ging echt zo langzaam. Keeping up with the pace. Maar niet uit. Pak jij hem?
dat ben je niet gewend, hè, die slome auto's. Nee, nee, een andere cockpit. Ja, heel anders. Wat had jij de circuit dan? Ik ken het echt niet meer. Gaat soms aan? Oh, fuck. Zien jullie die racing lines niet of zo? Jawel, maar ja. Wij zien auto's. Paul gaat weer de muur in, hoor. Heel ja, even een beetje afremmen. Oh, Chem al. Die krijg je terug. Dan maar de hardware. Die krijg je terug. Fakkel, rijd door. Rijd door, Fakkel. Ja, die Volvo moet even op gang komen, maar als die eenmaal gaat, jongens, dan gaat hij ook. Lekker, hè, die Volvo. Lekker autootje. Zie je ook die kinderzitjes, hoe lekker die erin zitten? Heerlijk. En nog good old pakken. Times, hè? Ja, joh. Ja, kom maar aan. Weet niet. Vet uit. En je motorkap dan, Fakkel? Hé, je poffertjes zijn klaar. Ze wel te eten, hoor. Bolle, bolle gijs. Dan moet er groeien, wil het toch niet krimpen? Ik zag een filmpje over die Giant inderdaad. Die eet 16 nee, eieren per dag. Oh mijn god. 2 meter 18. Ja, die is groot, hè, die man. Wat is er gebeurd, Sam? Ligt niet meer eerste, jongen? Ik werd aangetikt door Noxie. Nee. Goed zo. Nee, de derde. Wie was de derde? Svavelaar. Ja, dat was ik. Goed zo. Beuk hem. Heel klein schaafdekje. Oeh. Oh, het was goed dat je gauw op ei drukte, waterpolo, jongen. Ja, ik heb mee als iedereen de auto is het kostvol langs hem bij. Zo. Ik denk, nou, dan gaat mijn laatste rondje. Ja, ik zag echt recht achter me rijden, even over snel. Ja, die kan dus niet meer. Ah, jongens. Irritante bochten. Ja, dan moet je zien. Moet je in die Alfa proberen, dat is leuk. Wat voor die bak is niet vooruit te branden, joh, die Volvo, echt. Ik heb ook inderdaad toch het idee dat die BMW sneller is. Ah, oh, die is leuk. Oh, dat ben ik niet. Oh, Mark. Ik zie zo van die pijltjes, Jan. En als je dan aankomt, dan weet ik precies wanneer ik naar rechts moet sturen. Oké, okay, man. We pakken een flash, ja? We pakken flash. Ja, foutje Marcel. Ja. Oh, te hard in de bocht. In de ultieme poging. Had ik ook. Oh, het is alweer. Het is alweer klaar. Dat is een beetje jammer dit. Oh, ik rij nog heel rustig hoor. Lekker Noxie. Damn. Oh, maar Chris heeft het snelste, hè? Chris heeft hem net het sneller. Jammer, Fakkel! Jammer! Ja. Ik pakken. Ja. Oh, Fakkel. Net niet. Oh. Terminal damage. Ik heb tips gekregen om. Shadow mij afgeleerd. In 31-9, jezus. Ja, lekker maar, Sam. Ik rol wel, ik plak langs bij elkaar. Tijd. Kon je de druk niet meer aan, Sam? Nee, eigenlijk fouten maken. Nee, hij is weer naar beneden rennen, want hij is snel. Niet even poffertjes halen, ja. Poffertjes halen. 9:30, 9:15 bijna. Poffertjes. Ja. Mama, wil jij even poffertjes maken? Als je zo blijft vreten, wordt hij net zo dik als zijn vader. Dat is hij al bijna, joh. Nog even doorgaan en is hij zover. Maar ja, toen wij die leeftijd waren, konden we ook nog alles eten wat we wilden. Ik kan me even plagen. Sam, we beginnen weer! Ja, ik zeg, doe het nog steeds bij jou aan. Hij sprint weer naar boven. Poffertjes onderweg. Alle boter over de vloer, poedersuiker over de vloer. Ja. De hele trap liggen onderin. Hè, snuiven. Hey, jij appt je vrouw gewoon, Mark, of niet? Van, hé, maak even poffertjes voor hem, dan... Nee, hij moest ook voor de moeder even poffertjes maken. Dat is net andersom. Er zijn zeker van die vieze dingen uit het plastic zakje... Ja, van Albert Heijn. Oh, mag het om. Dat is het enige wat je tussen de races kan doen, hè? Ja. Sta ik weer tweede te starten? Ah, oh, even lekker man, met jouw vaas. Ja, leuk. Mooi. Ik ga iedereen butsen, echt waar. Hé, hey, maar Fakkel, hoe vind je die Volvo rijden? Goed. Ja?
Maar waarom had je een DNF? Had je hem kapot gereden? Nee, steering device change. Ik heb mijn controller even uitgetrokken hier. Oh. Foutje. Foutje. Was het een agressieactie of was het onopzettelijk? Ik sta nu niet op 13e, maar ik sta als 14e. Ja. Mijn god, waarom heb ik dat toch? Die wel een keer belangrijk. Je bent te goed even. Ja, je hebt veel te veel groeven, jij. Altijd achteraan. Je moet niet zo veel oefenen. Lekker man. It's not fucking fair. Waarschijnlijk ben je gemiddeld gezien het snelst en staat je daarom achteraan. Jezus. Nee, dat heeft Chan zo ingesteld. Heel goed, Chan. Heel goed, Chan. Hey. Kijk, we hebben Sam al ingehaald. Hij gaat de verkeerde kant op. Klaar, ik niet stil. Schrok me dood. Kom de bocht aan, jongens. Ik zet het vast. Ja, ik rem pas voor iedereen, want... kijk, even kijken. Oh, hoppa, kijk eens wat gezellig. Jan, ik kon er gewoon met 200 inbeuken. Au, Paul! Ik kan het goed voor die auto wel... Paul, die auto wel hier links. Wat is dat? Oh, wie was dat? Jan, jongen, wat is het voor zoet jongen? Jammer. Rij wel eerst even een keer. Eerst keer ooit. Oh, fucking hell. Paul, wat ben je doen, jongen? Ja, glas maar. Fucking hell. Gedaan, Maarten. Is dat het, Karel? Sorry. Ja, je... Gitbak. Oh, shadow. Nee, maar goed. Helemaal goed. Ja. Ja, onder de mond van it's okay to be gay. Ach, komen die Volvo's weer aan, hè? Ik reed eerste en ik reed 12e. Nee, je staat 10, hè, Noxie? Mark, je kan niet naar links, hè, dat weet je. Nee, oké, ik blijf deze baan houden dan. Deze lijn. Welke lijn? Ja, ik weet wel dat je daar in mijn kofferbak land. Echt hoor. Zo. Mooie kamikaze actie. Ik trap die rem, jongen, dwars door de keet heen hier, echt waar. Ja, die keet ligt nog voor je, hè. Wat een gebakken. Ik kreeg een tik van Shadow, maar jij hebt mij. Wat is dit dan? MBX eerste? Ja, kan niet. Dat gelooft hem niet hoor. Heel even. Hou niet meer. Het is alweer gebeurd. Oh, Noxie! Ik reed ook met grind in. Dat is niet gelijk, aardig. Kost je gelijk heel wat meters. Ik raak je niet aan, hè? Jawel, je drukt hem helemaal de grindbak in. Ah, houd toch op met een stomme grind. Ah, hij heeft hier van 1 naar 9. Ja. Ja, je bent ook gewoon slecht, Maarten. Ja, wie zit achter mij? Ja. Jongens, nee. Ja, ik weet het wel hoor, ik weet het maar remlampje staat er aan, jongen. Ja! ik ga met twee wielen door het gras en krijg ik gelijk een rode... Wat een onzin. Ah, shit heb je! Ik gaf toch een remteken? Oh, nu gaat het echt steeds slechter. Ja, hij schiet er niks mee op, Karel. Jezus, even. Hallo! Ja, opzouten. Dan krijg je het terug. Dit dan. Je homo is het ook, hè? Ja, kale visnicht. Ik ga je pakken, jongen Karel. Eerlijk waar. Doe maar, kijk, wat dacht jullie? Miss. Mooi, hè? Ik zie hem zo. Er komen nog bochten. Zo. Wat fuck op, dacht je mij wat te pakken? Nee. We doen rustig. Ik heb geleerd van mijn fouten. Oké. Dat gaat wel een stuk beter. Nee, joh. Nee, maar ik heb al bijna disqualified. Ja, het werkt niet, ik ga met je samen. Ah, nee! Kijk uit voor die rode lak. Tik me. Oh, twee sterren. Oh, even
Ja, ik ben geconcentreerd, ik ga eerst. Ah, oh, ik reed derde, lul. Nee. Oeh. Ah. Ik zat echt... Shit, even. Kijk daar, Shadow. Ik zag je achter met mijn spiegeltje. Ik denk, die moet ik even achterhouden. 1,88. Nee, zo ben ik niet, hè. Oh, ik heb strafseconden. Je bent ook derde geworden, Marcel. Ah, top. Zo. Ja, jammer dat Karel je beukte, anders had je eerst kunnen worden, maar ja. 1-0-3, Chris. Mooi, man. Jezus, jammer voor je, Karel. Vijfde. Hé, hey, ja, ik weet niet wie de tweede of derde reed in de eerste lap, hoor. Maar dat zijn echt vieze normale maaien. Het scheelt de onderste. Nee, je hebt me wel ingehaald. Ik dacht hier, zie je? Ja, net ja. Sorry, inderdaad. Oh, jeetje, 300ste. Ik hield echt niet gas los. Praktisch naast elkaar. Ja, we zaten naast elkaar, joh. Ik denk, nou, die heb ik. Volgens langzamer, hè, die Volvo. Wat een dikke pet. Ander gedeelte, toch? Nee. Je deed je niet lul uit je broek, of niet, Chris? Ja. Nou, een knoopje van de broek los. Ja. Gelijk 4 meter erbij ook, hè, dan. 300ste meter. Ja, kijk, als ik Sam was geweest, dan had ik hem ervoor gegooid natuurlijk. Dan had ik je er natuurlijk niet die overwinning laten geven, maar ja. Ah, kijk, eerste. Vierde. Eindelijk weer eens een beetje vooraan. Vierde. Oh nee, fuck op die video. Nou, elkaar houden, zwasselaar tegen. Dan word ik weer in mijn kont gebeukt. Rijdt in de kisser. Lekker. Dan is likken. Mute. Hij lijkt net een Sinterklaas gericht, echt waar. Die Alfa staat weer vooraan, hè, die Alfa. Ja, je moet het even beter instellen, Chan, want dat is niet goed zo. Die moet altijd achterin. Ja, nou, dat is voorsprong even, klopt, de Alfa? Volvo's moeten vooraan, BMW's in de midden en de Alfa's helemaal achterin. Tuurlijk. Al die Alfa's, of niet? Ja, eentje. Verdomme. Ik ben elke eerste van de Alfa's, niet zeuren. Oh, fakkel, ik zou die naast mij. Lekker. We gaan ervoor, we pakken die swaffelaar. Ja, wat doe je? Die roze man. Ja, precies, ik pak die swaffelaar ook wel. Kijken. Karel is geroepen, denk ik, want... Ja, denk ik ook. Ja, die staat er stil, denk ik. Noxy, om me heen rijden. Hier. Hoppa. Ja, nee, dat was Maarten. Die zit gewoon in mijn kont te butsen. En dat zonder knoflooksaus, kom op zeg. Ik reed naast je op de bank, Jan. Dus dat was ik niet, dat was iemand anders. Weet je zeker? Ja, ik denk het wel. Oh, slecht. Dan waren al mijn focus op jou gericht. Ik vond dat zo raar. Och, Jan, wat doe je nou, jongen? Kijk op Sam, sorry, Sam. Hey. Mark, oh, jongen. Jezus. Jij komt mij naar links in de muur, hè? Ja, ik moet uitwijken van Jan, anders klap ik bij Jan in de kofferbak. Ja, doe dat liever dan bij mij. Er stond een waterpolen, jongen, binnen de weg. Ah. Kut, je favoriete bochtje, Nox. Wat is de bug? Ja, de tyfus. Ja, deze auto rijdt hier weer. Allebei, hè? BMW. Hey, dat is echt een kutbocht. Sorry, ja. Mark. Nee, geef me. Ik maakte zelf een foutje. Ah, jongens, ik dacht niet zo scherp gepakt, zag ik. Nou, die, normaal met de prototype haal je dit wel, maar niet met de Volvo. Nee, daar kwam ik ook achter, ja. Een keer op de weg. Oh mijn god, wat is dit een trieste bak, zeg. Ja, dan moet je hierin gaan rijden. En de Alfa? Ja. Je motorkap gaat bijna af. Wat heb ik? Motorkap. Heb ik die nog? Ja, die heb je nog. Dat kan nooit lang meer zijn. Oh, daar gaat hij. Ja, daar gaat hij. Bocht 2. Die gaat heel mooi, kijk maar.
Ja. Oh. Sorry. Zijn we weer. Ja, Karel, één grote ravage bij de start, omdat jij stil stond. Is dat zo? Ja. Ja, ik moest even een spin weghalen. Ik had spinnendienst. Oh. Ah, wat lief. Leuke beestjes, ik heb dat niet, hè? Ja, daar denken die vrouwen anders over. Ja, dat weet ik. Dat was ook wel een beste trouwens. Was. Ja, was, ja. Ja, 5 centimeter is al groot, ja? Oh, ja, dat ga je ja, daar kwam die ja, wel ik ga wel zijn, niet. Marco, anders beuk je me wel weer. Ik moet ze buiten niet aan nee, 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 ik ga niet opzettelijk beuken. Ja, maak ze niet aan, vind ik zonde. Oh ja? Nee, hey Paul, maak ze even een foutje. Nee! Zeg dat nou niet! Oh, sorry Rob. Box, ja, box auto's, maar niet uit. Oh shit, dan mag je mij pakken. Jan, u verliest de bumper. Ik sta weer stil. Oh shit, de bocht haal ik echt niet. Nou, nu een goede ronde, hier van de snelste tijd. Ja, wat voor tijd heb je Marcel? 1.29. Ik zit in de 1.27. Oh kak, ik lieg trouwens. 31. Oh, 31. Ja, ik dacht hem. Dag Paul. Ah shit. Ah, je bent er nou niet, jongen. Nee, maar jij bent dus het nog zeker niet. Sorry. Veel te hard, man. Veel te hard. Die auto kan dat niet. Die kan dat echt niet hebben. Niet? Nee, je moet met 90 door de bocht. Ja, 130, 150 gaat helaas niet. Chips. God, ik kon er weer zo'n irritante Volvo op keer achter, ja. 1.26, Marcel. Hoi. Maarten, jongen. 1.26.9. Ik kan dichtbij, Chris. Ik heb trouwens zo'n achteruitkijkspiegeltje, heb ik daar... 26.9. Nee hoor, in de laatste volg haalt hij me nog. Ik toch? Ja, mooi. Yo, Nick. Yo. Wat is dat? Het is vanavond gridavond, hè? Geen koudstrijk, hè? Shit. Wat is hier gebeurd? Precies. Nee, joh. Op de dinsdag wel. Remmen, Karl. Remmen. Oh. Ja, net laat. Maar wanneer gaan we koudstrijken met z'n allen dan? Ja, dat hebben we ook goed plan. Ja? Ik kan nog een potje winnen. Even nadenken, nooit. Ronde. Nooit. Oh, ik moet nog een rondje. Oh. En ik ben er. Als ik over de finish ben geweest. Oh, een rondje? Ja, ik lag één rondje achter geloof ik. Oh ja, natuurlijk, je hebt je start gemist. Bam! Oh, netjes 7, 1.26. Bam! Ja, lekker, hè? Oh. Bam! Hoe kan je dit voor elkaar? Niemand doet mee. BAM! Kut Volvo! Ja, die mag je wel pakken, dat is een flesje. Ja, DNF. Ja, normaal denk ik, die bocht kan ik wel pakken, maar met deze auto kun je dat bijna niet. Dus ik gulde hem elke keer in die S-bocht, Volvo. Ja, je moet wel remmen voor sommige bochtjes, ja. Ja, bijna bij elke bocht moet je remmen. Hij gaat ook op twee wielen op een gegeven moment, hè? Ja. Als de start gaat. Ja. Ja. Dit zijn echt wel gehandicapte auto's, moet ik eerlijk toegeven. Oh. BMW valt al mee, hoor. Ja, die Volvo leg je makkelijk een rolstoel achterin, ja. Wat is... Oh ja. Oh, het is ook nog de sportuitvoering, ook nog de M3. Jongen, jongen. Als je ook inzoomt op de voorruit, zie je een heel klein blauw stickertje liggen. Ja. Ja. Met zo'n rolstoel ding en zo'n doen. Klokje erin, weet je? Heel goed even. Ben ik blij dat ik niet één of twee ben? Oh, hier, kijk eens. Och, jezus, Evert start ook... Nee, screenshots posten, hoor. Nou, dan mag wel wat sneller, hoor.
Ja, kies maar wat. Ik dacht, ja, dat kan ik ook. Ja, precies. Voel je dat ook? Ja, en alle eerlijkheid, de volgende keer als de kroegen weer open zijn en we spreken een keer af, dan krijgt iedereen een ingelijste versie. Want we staan allemaal in de groep, dus ook al heb je maar één keer gewonnen en je hebt hem één keer geüpload, dan maken we er een lijstje van, dat is mooi. Dat laat. Ik denk dat je wel de visual only moet doen net, dan, Chan. Ja, ik denk een muziekfoto. Of alleen visual only, die damage. Anders dan... Nee, je moet hem helemaal openzetten. Nee, maar met Formule 1 is dat geen doen. Ik weet niet welke je gaat kiezen. Ja, maar dan moet iedereen normaal rijden. Altijd. Je hebt 3 rondes om elkaar in te halen, hè? Het hoeft niet de eerste bocht. Oh! Ook die tweede? Select vehicle, oh jezus. Oh nice. Porsche 911 of de Porsche? Hij denkt, ik kies gelijk de allersnelste. Nee, dat is niet snelste. Ja, dat is de snelste, die gaat 420 km per uur. Oh. Ja, prima, is prima. Met de controller is er zo aan het stuiteren. Volgens mij bij Fakkel, de kat die loopt er de hele tijd op te springen. Moet je die McLaren of Porsche hebben? Ja. Porsche 917. Ja? Ja. Okay. Tip, niet heel hard aan het stuur trekken over een curve, Stone. Want dan ik gaat heb geen stuur. Niet hard te trekken? Nee, ik heb zo'n controle. Nou, dan voldoen je direct aan zijn eis. Dat is mooi. Nou ja, jongens, gecondoleerd allemaal. Fuck it, ik koop hem gewoon. Niet gaan huilen als hij kapot is, hè? Wie gaat de McLaren kopen? Nee, ik heb de Porsche gekocht. Ik kan lenen, ik kan weer uitproberen. Kan iemand mij een invite sturen? Je kunt gewoon joinen, snuitje. Gewoon meespelen doen. Ja, maar dat zie ik niet. Om Steam. Ja, maar dat zie ik dus niet. Bij Flash kan je toch joinen? Je hebt mij toch als vriend? Ja, maar er staat alleen spel starten, spel bekijken. Oh ja? Kun je niet meespelen doen? Oh. Hij is geblokt. Ik kon ook alleen op Chan meespelen doen hoor, de overige niet. Nee, ik deed het op Mark, dat ging prima. Ja, wacht. Deed je het op Mark, Karel? Ja. Ik zie ook helemaal niet online staan. Oei, dit is een hele borsthaar. Oh, ga zo maar. Oh, wacht. Ik ga er gewoon als vierde. Nee, ik kan je alleen maar invite to watch kan ik doen. Dan kan je niet uitnodigen, Nick. Nu? En nu dan? Ik heb nu op Friends Only gezet. Ja, maar... daar hoort hij op. Wel vriend van jou dan? De challenge zijn of zo. Ja, dan moet hij wel in Steam. Ja, hij is nu Nick joined. Ja, Nick is joined. Hij joined op Chris volgens mij, niet? Ja. Ja, precies, dat weet ik wel. Ja? Ja. Knallen met die handel. Hebben we nog een wagen gekiezen, toch? Of niet? Heb je geld, Nick? Ja, ik heb al gekocht. Oké, dan gaan we starten. Lekker. Yes. Nou. Bam! Ja. En ook voor Sam, hè? De schade staat aan, Sam. Wat zei je, Bob? Wat is er? Ja, wat is er? De schade staat aan. Dat je even. Ja, dat staat toch al de hele tijd? Ja, maar. Nu zijn er snelle auto's, zeg maar. Oh god, en dan ook nog deze baan. Nou, ik denk dat niemand het einde haalt. Gewoon we escape drukken. Hey, Fakkel staat op 1, hè? Die moet even afbeuken. Nee, juist niet toch? Hebben jullie geen last van mij? Oh, dit gaat zo gruwelijk hard, die auto. Oh my god, heb ik geen... Wie was Snipes ook alweer? Ja, ik. Maarten. Links. We hebben niet zo'n sissy bar, dus we kunnen onthoofd worden. Ja, echt hè? Oh ja. Kijk of dat lukt. Ik hoop dat ik helemaal achterin sta, dan kan ik gewoon even wachten tot jullie elkaar allemaal naar de tyfus rijden. Ik sta in ieder geval achterin. Kan wel een goede reden voor zijn. Je zelde livery weer, Mark, dan heb je zij links, sta je inlaatsen. Ja, ik heb altijd die militaire blauwe heb ik. Inlaatsen sta je. Ik sta tweede geloof ik, mag ook wel een keer. Dat wil je echt niet. Ah joh, het kan mij toch schelen, ik ga er gewoon vol in. Dat is de beste manier, hè? Ja joh, en dan maar hopen dat het gaat. Allemaal op die witte. Allemaal op die witte. Oh, ik hoef niet te remmen, want niks staat voor me. Nou, dat is goed. Ja, dat ben ik.
Lekker op straat squeeden, jezus. Oh leuk, oh lekker dit. Een auto. Oh, 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 even een zetje. Nee, oh, die staan gewoon shit onder mijn neus. Holy moly, fuck holy. Dit is niet te doen, joh. Oh, oh, fuck. What a rampage. Blijf maar rustig achter, Mark. Wat zeg je? Wij blijven rustig achter hier. Ja, ik ga eerst maar even kijken dat ze allemaal kapot rijden. En dan kunnen we daarna lekker langs. Ligt dan eerst deze dan de prototype? Dit is de allersnelste, zeg ik. Dit is de allersnelste auto van het hele spel. Die gaat 420 op het rechte stuk. Nou, lekker. En waarom sta ik dan, derde? Ja, omdat wij allemaal voorzichtig zijn. Wij gaan niet als blind erin. Nee, bedoel, ik rij roekeloos bedoel. Hé, hey, zwaffeltje. Daar gaat hij, hè? Oh. Ik had fout. Ik had fout. Oh, die gaat niet goed. Word ik alsnog gebeukt. Nee, hey, voor me staan. Oké, okay, dan yes. Ik was derde. Veilig de bocht door. Ja, fijn autobal. Nee, heerlijk. De ding zwabbert gewoon door de bocht heen. Nee, nee. Met de handroep gaat het wel lekker houden. Niet te doen, man. Prima, houd je dit? Ja, ik vind het heerlijk ouder. Maat even ontweken. Ja, dat is weer een hele kunst. Maar hebben jullie de McLaren of de... Allemaal dezelfde hebben we, volgens mij. Ik heb de BMW M3. Ja, dat zou voor mij ook veiliger zijn. Robon, wat doe je? Rechtdoor, hè? Waarom remmen? Je moet rechtdoor. Ja. Je hebt wat dingen kapot al, volgens mij. Ja, misschien een beetje. Maar even serieus voor de mensen. Je kan door blijven rijden. Er staat de visual only. Oh! Dat is geen probleem. Ja, wil ik helemaal voorzichtig te rijden. Dat mag. Het hoort je ook in het spel. Oh, zeg dat dan. Dan ga ik planken. Jij zei tegen mij dat visual only, toch? Ja, ja, ja. Oh, ding stuurt voor een meter. Er gaat geen schade aan! Nee, het gaat uit! Oh. Ja, jezus, jongen. Oh. Ik zit heel rustig te rijden. Ik denk, anders was alles weer in de kloot, hè? Mooi, hè? Op een gegeven moment krijg je denk ik ook van, hij stuurt gewoon echt weg, volgens mij. Ja, maar dat is gewoon niet... Dat is gewoon zin. Dat is een placebo, daar ben jij gewend. Ja, ja, precies. Robo gaat nu in één keer vol los. Gewoon. Ja, ja. Oh, buurtje, maakt niet uit, jongens. Dat is bijna niet te doen. Nee, het is gewoon te snel, die dingen. Ik vind het wel leuk, autootje. Het stuurt voor een meter, maar ik kan alleen maar hard rechtdoor. Je moet ze bijna niet sturen. Ah, jongens, sta ik even keer op. Nee, dan moet je op een baan met allemaal bochten doen. Jezus. Lekker Sam. Muurtje 1, muurtje 2. Ja, flipperkast toch, dit spel? Ja. Echt hè. Oh, die gaat niet goed. Oh, fuck man. Ja, sturen, gas geven is echt gewoon druk. Ja. Ik heb zoveel wielspin de hele tijd, dat is gewoon bijna niet te doen. Weet je wat? Zoek het maar uit. Zo, ik moet even kijken op mijn rem voor jou, Karel. A beautiful control drift there, Alex. Oh, ah! Yes! Nee! Oh, sorry! Ik ga gewoon achteruit. Niks! Ik ben gewoon achteruit. Ja. Hey, even, het kan veel sneller, hè? Weet het, maar ja, Kaas in de weg. Ja, klopt, ja. Oh, jammer. Even, ik heb net sneller dan jou. Ja, ik zei al, ik botste tegen Karel aan in mijn derde ronde. Oh, sorry, dat dacht je. Maar mooie tijd, Flash. 1.13. Ja, het kan nog wel veel sneller, hoor. Volgens mij kun je wel onder de 1.10 rijden met dat ding. Mijn baan, hè? Net gedaan. 1.9.8. Paul, dat is voor jouw favoriete auto, zie ik, hè, met je 1.36. Gallemachtig. Een beetje gasgeven in je weg, man. Wat is de auto voor, Paul? Ja, kut auto, man. Ja, nog een keer.
Boven de, als je boven de 50 bent, krijg je iets wat meer de reactie vermogen, zeg maar. Dat zal het zijn, ja. Wat voor tikkie. Noxie, wat is er gebeurd? Je kunt niet eens kapot gaan. En nu sta je wel eerste, Karel. Ik vind deze veel te snel auto gereed aan. Dus dan retire ik. Oké. Het scheelde niks even, maar ik was wel eerste. Ja, ik kreeg de melding. Eerste. En nou klikt hij door en dan ben ik opeens tweede. Hey, maar je had gek. Wel, maar bij mij stond ook first. Hey Nox, je had wel een 1.17. Heel vreemd. Ja, leuk. Ik had een 1.17 door 20 keer de muur aan te raken en 3 keer uit de bocht te vliegen. Ja, aan vreemdjes. Leuk. Pieter. Had je een level erbij. 12. Ik ook. Ik ook. Het is ietsje groter deze baan. Oh, deze is wat makkelijker. Het zijn lange rechte stukken. Ah, eerste. Kijk. Ah, geen muurtjes. Dat scheelt. Nee. Dat laatste. Gras. Maarten, goed zo. Ja? Gras zeker. Ah, oh, god, voor één laatst. Jezus. Ik wil pas me inhaald, jongens. De Swaffla heeft ze ook allemaal al die kleuren ook, hè? En, mooi, hè? En een groen. Ik heb nog niet alle auto's gekocht. Ik heb nog wel 15 miljoen. 25 miljoen heb ik nog, dus ik kan er wel een paar kopen. 25 miljoen? Jezus. Ik zit 12 miljoen lopen. Wat? Heb je niks gekocht? Ja, Cello heeft ook veel lopen spelen. Ja, gisteren kon ik spelen, ja. Gisteren was de vrouw weg, dus. Ah. Je en dan gelijk om elkaar 8 uur lang, hè? Maar het was maandag. Ja, of pauze, hè? Oh. Rampage. Wat wil je zeggen? Oh, nee, wie krijgt een beuk? Stakker. Oh. Ik ga. Ja, je kunt wel penalties krijgen. Kom maar met die handel. Mijn god, wat een ellende. Ja. Heb je geen penalties? Nee. Flinke penalties. Ja, ik wel. Ik had wel gezien. Die fuck op mijn knieën. Zo, ik zou het niet zo Alles klopt. Alles klopt in die muur. Ik moet wel remmen hier bij die kant. Wat was het remmen is voor angst, hè? Er ramden echt 4 mensen die muur in. Ja, echt niet te geloven daar. Kutzooi. Ik mag geen pitstop in rijden. Oh. Oh, jongen. Het is echt niet te rijden, man. Nou, voor die ene bocht ging ik. Je moet niet de hele tijd plakken. Let op het zeggen. Ja, lachen. Niet. Ja, grappig. Cello, je bent volgens mij Het is qualified, wat dan? Ja, ja. Ik ben nu al echt. Heb jij een stuk afgesneden of niet, Marcel? Klopt. Wat is dat? Dat is een S-bocht. Dan ben jij gewoon rechtdoor gegaan. Ja. Ja. Nu weer. Ja. Er is geen baan voor deze auto, man. Jezus Christus. Nee, welke baan wel dan? Voor deze auto. Ah oh, joh, kom op flash! Ja, moet nog iets eerder remmen bij die bocht. Ja, jij moet eerder remmen, ik was op tijd. Dat zeg ik. Ja, maar je rost mij er weer af. Lullo. Ik de stuiter, joh. Oh, weer op die curbstone. Goddomme. Ja, ik heb deze auto niet zo vaak gereden, dus dat is wel lastig, ja. Nee, dat snap ik ook wel. Oh, sorry. Oude Zwaffelaar, oude Valstenen. Oh, ik wou, ik deed hetzelfde. Ik deed exact hetzelfde. Ik zit twee mensen vol intentioneel rechtdoor. Ja, echt wel. Maar ik heb natuurlijk heel veel strafseconden, begrijp je wel. Het was wel mooi. Kussen dagje, hè? Pas op, hè? Hap, twee man. Hé Mark, ja? Ik denk dat jij weer oost moet gaan worden. Wat dan? Als je eruit geklapt. Als het daar waar het rood is, op de remtrap, dan ga je alsnog vol in de boarding. Nee, je moet echt... Eerder remmen nog. Op het eerste rode blokje moet je al remmen. Nee, daarvoor moet je al remmen. Daarvoor inderdaad al. Ja, dan ben je te laat. Oh, ja, ik ben al 3 keer te laat geweest.
Want dan, als je de bocht dan neemt, pak je net met je rechterwiel het gras. En dan, als je dan weer gas geeft, ga je spinnen. Ja, dat spin je. Dat heb ik nu al 3 keer gehad, ja. 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 En als je dus op het gras rijdt, moet je dus alleen even weer de baan opsturen en geen gas geven. Want dan gaat hij slippen. Ja. Nou, hier ook weer. Wat een schaapak, hè. Shadow heeft er geen problemen mee. Penalty. Pas die bordenlijn dan. Dat zie je niet meer aan. En Nox, al iets beter die auto of? Sammy, jongen. Je moet een remmen, man, Flappy. En heb ik weer een strafseconde. Dat krijg je als je vet telt dat de schade uit. 4 seconden, 5 seconden, 2 seconden, 5 seconden. Nog derde. Yes. Wat een scheidbak. Oh, inderdaad, Nick. Lekker. Hoppa. Heb je gisteren tijd gezien dan? Een 53. Lekker, hoor. Ja. Ja. Oh, maar ik zie het al. Gisteren rijdt die Porsche. Nee, precies. Hey, Noxie, genade. Geen strafpunten. Ging het wel iets beter, Paul? Of, Nee. Nee. Wat een kutauto, man. Echt niks. We hebben geen geld voor, het is te snel. We zullen dadelijk die BMW M1 doen, Paul. Die heb je veel gereden, toch? Ja, die gaat wel beter, ja. Ja. Dit ding heeft veel te veel power, man. Pooh. Ja, we moeten nog 1 keer veel te veel power en dan is het, klaar met deze bak. Volgens mij ook geen 1 keer meer. Nee, maar dat kan niet, want het is ronde 2 van 3 namelijk. Je kunt het niet onderbreken. Nee, dan moeten we het minimaal wel die klasse doen die we altijd spelen. Hè? Ja, die, dat is die BMW M1. Die Chevrolet's en die Aston Martins. Die. Dat zijn de PC1 specials, toch? Dat zijn de... PC1 is die hier BMW, die platte. Ja. Ja, die bedoelt toch of niet? Nee, wat jij bedoelt is TC2. Maarten. Ja, ik had hem, jongens. Hé, hey, was leuk. Ja. Volgende keer weer. Yo. Yes. Tot zo. Jongens, stop altijd eerder als je niet kan winnen, hè. F12. Lach niet, hè. Ja. Vroeg naar huis. Ja. 5 uur. 1 voor 5. Midpack, nou. Oh mijn god, achter elkaar. Nee. Hoezo, ik vind het een leuke auto hoor, ik ga prima. Ja. Alleen dadelijk wel weer de schade aandoen inderdaad, want... Ja, dat wel weer, want dat is... ik word nou gebeukt. Ik word weer als 3 banden gebruikt, zeg maar, door de missie. Maar ja, het staat vooraan nu, als het goed is. Oh, dat is mooi, dan hoeven we niet te remmen. Nee hoor, ik zit recht achter Mark. Oh. Ik hoop wel. Doe dat maar niet. Wat was dat dan voor actie? Lekker pop. Was een lekker bed. Oh, jongens. Jezus. Alt F4. Ja, was het? Oké. Ah, shit. Flash. Ja. Een homo. Kan wel even de baan op. My god. Was er, ook nog een stukje asfalt aan die kant. Remmen even. Ik rem netjes. Ik word gewoon keihard. Ja, rem is voor als je angst hebt, hè? Assen, goeie. Ah, jongens, klopt. Goeie. Als ik al leer. Kostje, man. Ja, gaat hard, ja? Oh, je moet wel eens loslaten. Nee. Ah, Sam! Hallo! Ik kan ook remmen! Hey, fakkel! Geen schade, ik kan ook remmen, hè? Kom op! Pardon? Ja, Shadow, jongen! Hey, ik heb je niet aangeraakt. Sorry. Ja, ik vind het wel leuk, ja, maar ik klap die echt vol erin ook. Dat was fakkel. Ja,
Ja, vind je wel leuk hè, fakkel. Nee, maar die Nox die beukt mee, Dus het is allemaal weer fakkel dit, fakkel dat. Maar het was gewoon Nox. Gaat gewoon volgens door die bocht en je slipt nog. Jezus, het is wel een enorme driftbak. Echt, ongelooflijk. De cello die gaat gewoon rechtdoor. Ja. Ik zie waterpolo, jongen, de hele tijd achter mijn van links naar rechts. Heren, jullie hebben toch een hulplijn aanstaan, of niet? Ja, die hebben aanstaan. En dan weet je toch, als het rood is, moet je remmen, hè? Ja, en dan de 50-50. Dat de baan opgedrukt wordt. Gas, kanonnen hoor. Wat een hoop rook, jongen, door die bocht. Ja, maar... Ah, jongen. Gewoon niet mee te sturen met die bak. Echt niet. Kate, kom je weer een beetje in de buurt, jongen? Eindelijk is het ook van die slag. Bijna. Ik weet niet waar de set nog zit, dus dat is heel irritant. Waterpolo jongen, kan je misschien ook recht kunnen rijden? Ja, ik ben helemaal nerveus voor jou. Ja, dat is geen stuurtje, dat slingert hij nog wel. Oh. Ja, fuck it. Ja, die gozer is echt niet wijs hoor. En dan kom je niet pas uit. Je er wel voor, jongens. Als je even goed rijdt, als dat je waterpolo speelt, dan gebruik je in je eigen zwembad, jongen. Ik heb al een jaar niet gezongen, zo wat, met die kronen. Schiet daar wel. Ja, dat karten gaat je beter af. Dat we ja, gaan doen. Ik heb het idee dat dat beter gaat, ja. Ja, dat is ook wel leuk. We gaan morgen even karten op Dubai. Ja, dat is ook leuk. Dat gaat in ieder geval niet zo snel. Ja, hier moet je gewoon de schade vol aanzetten, echt waar. Ja. Oh ja, dat is zo'n laatste. Chan zet nu de schade aan, dus. Kan niet ergens even links. Ik zie je wel, Rosse, geen probleem. Ik zie je alweer. Evert. Een waterpolo speelt met de controller, of niet? Ja, klopt. Ja, dat dacht ik al. Zien, aan de rijstijl te zien is dat heel duidelijk. Hak. Godverdomme, ik ben geen stootkus of zo, even. Nee! Jezus, verlies ik hem. Oh? Daar is deze auto niet voor gezet. Oh, waar de vlekken, wie was dat? Ik zag het gebeuren, Evert. Wat een fietsje dat nee. Je deed het zelf, Evert. Was dat Nick Bomhoff, of niet? Nee, dat was Karel. Wat een tiefstreek is dat, hè? Nee, Karel. Nee. Karel beukte jou. Nee, hij deed het helemaal zelf. Nee, jongen, ik werd vol van achter gebeukt. Oh, dat hij was deed dus. Het zelf. Hij deed het gewoon zelf. En dat is goor, hè? Als je niet wilt verliezen, verlies dan gewoon als de loser die je bent, hè? Echt aardig. Ik denk al, maar jij drukt hem tegen mij aan, Evert, maar jij werd ook gedrukt. Wat verder. Ja, ik ben net een beetje aan deze auto gewend. Dan gaan we weer terug naar het slomen. Ja. Oh, ik denk ik ben wel sneller met 1,42, maar... Ja, jammer Mark. Dat is alles boven de 1,40 is voor homo's, zeg maar. Nee. Yes. Ja. Nick, heb je geoefend of zo met die auto? Nee, nog nooit gereden. Nou, yes. Daar geloof ik niks van. Echt zo? Ja. Hij gaat nog kleurtjes. Hey, Fakko, hoe kun je nou disqualified zijn terwijl die niet kapot kan gaan? Ja, rechtdoor was de tactiek gemaakt. Als jij Sinterklaas bent, Chris, dan wil ik niet dat het 5 december wordt. Godverdamme. Ja, dat had ik al, hè? Klopt, je mag zitten op dit been, of dan op het been. BMW M1, toch? Of niet? Eerst wat je biedt, geef jij die kleine nog. Sorry? De BMW M1, dat is de TC... Ik weet niet, dit niet. TC1 Special is dat, geloof ik. En schade en terminal damage aan en flashbacks uit.
Ja. Ik doe nog één rondje mee dan, jongens. Ja. Laatste rondje. Ja, ik stop ermee. Oh. Maar dat was ik al trouwens. Ik krijg klamme handjes van deze jongens hier. Nou, hè? Ah. Nog één race en dan is het voor mij ook klaar, hoor. Ja, ja, ik doe nog één race. Eén race, jongens. Mm-hmm. Om het af te leren, hè? Nou, één race. We gaan voetballen. Lapper. Kun je tegen... Kun je tegen Sam doen, Cello? Nee, doe ik niet meer. Nee, doe ik niet meer. Waarom niet? Hij heeft wel heel lang niet gevoetbald. Nee, maar dat verleer je niet, FIFA. Dat gaat gewoon door. Oh. Moet ik even nadenken waar het nou over gaat, hoor. FIFA, Cello. Cello, wanneer heb je voor het laatst gevoetbald tegen hem? Sam. Ben je nog toen hier bij mij thuis aan het netwerken was, even, Sam? Ja, dat je, ja, het was ik echt een hinderlijk kutkind. Ja, ja. Ja? Nu nog steeds. Ja. Drie flessen cola en drie zakken chips op een avond wegknagen. User in your channel timed out. Nou, wie was dat? Dat was Robon, denk ik. Oh, toch zo? Ja. Klopt, ja. Nee, Robon die heeft toch nog wel last van zijn rug als hij lang... Nee, maar FIFA 15 had ik ook echt iets van 1600 uur in. Dat was niet normaal. Yes. Maar deze heb je nog niet zo lang, toch? Nee, klopt. Daar heb je nog maar 4 uur in zitten of zo, dus... Nou, wel iets meer, maar pas 3 weken heb ik het. Ah, mijn lovely Bim, een beetje. Ik heb niet meer tegengekocht, FIFA 21. Sorry? Nou, hoeveel uur hebben wij nou in Anno, Mark? Nee, ik heb hem niet meteen gekocht, omdat ik vind elk jaar 60 euro, dat vind ik een beetje kansloos. Maar nu was hij maar 18 euro. Ja, dat zal, ja. Ja, klopt. Dat vond ik het wel leuk. Elk jaar weer, maar ja. Elk jaar weer teleurstelling. Ja? Ja, ik vind het wel leuk, maar ik ben gewoon slecht, dus. Speel je Weekend League of niet? Ja, dat haal ik niet eens. Oh. Oké. Okay. Eerst 2000 punten halen, geloof ik. Nou, ik zit op 700 punten, geloof ik. Ja, maar je moet er ja, echt heel veel spelen. Als ja, je eenmaal die punt hebt gehaald, dan kun je het wel vasthouden. Ja, oké. Okay. Is iedereen klaar? Ja, ja. Ik ben er al lang klaar voor. Ik ben, yes. Ik ben altijd klaar. Ik ook, kan toch geen ouders kiezen. En ik hoop dat, dat er nu een keer de schade aanstaat. Gaan mensen tenminste weer een beetje voorzichtig rijden, hoop ik. Wacht het niet, hè? Denk jezelf. Doelpunt 2-1. Oh, Juventus. Ja? Ja? Dan ga ik het nu zien. Dat niet gelijk, hè? Ja, maar ze zijn nu in aanval, dus ik denk dat ik dan een beetje achterloop. Ah. Oh nee. Ja, klopt. 2-1. Sam, blijf achter mij. Wat heb je een leuke plaatje, laatste. Jan? Ja, ik dacht dat het toch trouwens. Twee vogeltjes met twee stokjes. Liever. Die vogeltjes zijn twee roofvogels met twee zwaarden, maar. Oh, twee vogeltjes met twee stokjes. Dus er zijn twee mannetjesvogels, of hoe moet ik dat zien? Paté, denk ik. Nou, Jan, tijd voor een nieuwe PC, jongen. Ja. Dat ben ik niet. Ik zie ook zeker. Oh, je hebt weer ingesteld dat je altijd eerste start. Een beetje jammer weer dit. Oh. Nee, echt niet. Die Sam, joh, echt zo vies, die Sam. One too many times. Oh. Lekker waterpolen, jongen. Beuk jij iedereen aan de kant? Ga ik Nee. Nee. Is er niet alleen in? Jongens, waterpolen, boy. Ja, dat is wel, joh. Heerlijk waar, wat een mongol. Ik drukte op de rem, maar hij blijft Karel, zijn we ook vanaf? Ja, ik maak een foutje. Ja, die dump je bij mij nu. Sorry, Bakar. Wat zeg je als je er voorbij bent, hè? Ik ben naar links aan het sturen, mijn vriend. Nee, het lijkt misschien zo. Jongen, wat een goal.
niet te geloven. Jezus, zo mooi over elkaar heen. Nee, dit spel zet me echt in de daglicht, want ik stuurde de andere kant op, maar mijn auto zoende je auto gewoon. Doen hem nu dan. Die was ook niet netjes. Hoe was die Mafia Deluxe trouwens, Robert? Dat Mafia spel vond ik echt super tof. Ja? Ja, die remakes zijn echt top. Nou, als je Mafia 1 en 2 gespeeld hebt, dan moet je die remake ook wel doen. Oké. Shit. What the fuck was dat? Ah, lekker hoor. Wat een kutbaan. Ja, vind je hem fijn? Nee. Vooral dat laatste stuk. Ik vind het wel eens leuk, dit is een keer een baan die ik niet zo vaak gedaan heb. Nee, dit is niet de run, de Memorial Run. Dit is een andere tussenbaantje. Ah, die is korter, hè? Ja. Ja, dit is korter, ja. Het is wel een groot gedeelte wat ik wel ken, maar... Ah, het is een rotbocht dit, hè? Ja. Soms terug normaal. Sam, niet expres beuken, hè? Oh. Nee! Foei. Iedereen toch? Zou niet durven. Ah, dat vind ik zo'n kutbocht. Het is wel lastig inhalen, moet ik zeggen, bij dit circuit. Hey, joh! Het ligt eraan wie. Ligt eraan wie je in wil halen. Ja, Karel, niet wil ik inhalen. Expres beuken. Heb je mooi gedaan, hè, Flash? Je mooi geëlimineerd. Ik heb niks gedaan, want ik rij achter Karel. Ik heb niemand geëlimineerd. Oh, Shadow dan. Shadow, ja. Je hoort het toch ook aan het lachje dat het Shadow is? Come on. Te laat weer gerend. Als je hier verkeerd uitkomt al, dan heb je alle drie de bochten daarna... ...zit je te kutten. Dat is gewoon waardeloos. Klopt. Bij de langsmarkt. Ja, God. Ik probeer al een halve ronde er langs te komen. En dan komt Shadow aan hoor, onze lompe Harry. Was jij dat, Evert? Kalle, hey, leer eens een keer rijden, man. Ik stop ermee. Kom op je hoogtepunt, Cello, of niet? Ik wel. Doe dat ook. Scheelde niks. Nou ja, aangezien ik 3 keer een 360 heb gedaan, gebeuk. 200ste. Hé, eerste jongens. Ja. Printscreen. Ik hoop zo'n ET3 weer te zien, maar. Ja, het mooiste. Nou, het valt me mee dat er geen auto's kapot zijn. Ja. Nee. Die kunnen toch wel iets meer hebben, die BMW's, heb ik het idee. Ja, het zijn net tanks. Had je schade dan met elkaar? Ach man, ik nee, laat het daar niet over hebben. Was die helemaal kapot? Nee, hij reed prima hoor, maar... Ik rij gewoon rechts een stuk naast iemand en paard drukt me gewoon de muur in. Zo te horen aan de lach is dat Sam. Ja, 100%. Ja, dat deed hij ook niet per ongeluk. 100%. Dus vond ik ook niet echt aardig of zo. Nee, hij heeft een stuurafwijking. Hè? Ja. Zijn vader ook zit in zijn genen. Ja, snap ja. Ik. Ja, probeer je dit, hè? Mag je weer als eerste beginnen, Marcel? Oh, dat is spannend, denk ik. Dat was gewoon niet aardig. Ik ga ermee stoppen. Dank jullie wel. Ja, leuk. Fijne avond. Yo, tot zo, hè. Oh, waar zal ik eerst letten?
Sam, waar zou je achter mij? Oh, waarom? Weer lekker bijna achteraan. Ja, ik speel weet te vinden, jongen. Nee, als laatste, Evert? Nee, ik ben nummer 10 ben ik. Oké, ja, ik ben 12e. Of 11e nu dan, ja. Mark, je zat hem achteraan en je bent 5. Ja, het is echt waardeloos dit. Ja, achter is 5. Kun je die schade niet wat hoger zetten? Ja, dat is echt... Dan doe dadelijk ook nog maar even de Formule 1 wagens. Dan willen we echt zien wie de mannen zijn. Nou, ze blijven wel de ontvangst van al stil. Oh. Oh, lekker. Ik heb dezelfde route als Sam. Dat was niet de goeie. Oh. Ah, come on, op het asfalt. 12e. Oké. Doen we het voor. Hey, wil je wel eens even die borden laten staan waar je moet remmen voor de bocht? Bal jongen, je kunt er niet zo hard aankomen en dan gewoon niet remmen. Echt eerlijk waar. Ik moest even afremmen. jongen, wat een kaasactie. En dan loopt hij dadelijk met die janken dat zijn auto stuk is, hè? Ja. Wat? Cross limits? Hoezo? Eerlijk waar. Wat gebeurt er dan? Wat is dat dan? Ja, serieus, Sam die weer afbeukt. Eerlijk waar. Hé, hey, Evert, je weet waar hij woont, hè? Ja, jongen, ik steek dat hele kut uit in elkaar. Doe dan alleen de bovenverdieping, alsjeblieft. Oh. Disqualified. Iets te veel af. Daan, jongen, echt waar. Hey, ik was toch onzichtbaar? Ik kon gewoon omheen rijden. Nee, dat was je niet. Oh, op mijn scherm wel. Dat mensen niet kunnen rijden en niet kunnen winnen, dat ze daar aan toe. Maar dat ze wel een ander het leven zuur moeten maken, dat is weer wat anders. Maar dat hou je dan over. Inderdaad, ja. Weet je zeker dat je dit nageboord hebt gehouden en maar het baby hebt weggegooid? Moet ik daar verantwoorden? Ja. Laat die jongen het zelf zeggen. Dat was de vraag? Ja, ik ben in de veronderstelling dat ze de nageboord hebben gehouden en de baby hebben weggegooid. Oh. Oh, Paul. Sorry. Oh. Ja, je ging in één keer heel stil liggen. Ik hè? Ja. Ja, ik moet een beetje remmen af en nee, toe. Nee, niet weer Sam, vuile homo. Echt eerlijk waar, heb ik weer helemaal mijn best gedaan om je in te halen, omdat je gewoon zo ruk rijdt als ik weet niet wat. Nee, ik ben weer beuken. Oh, nee. hij is tegen de wand aangeklapt, dus nu hebben we gelast met hij wou mij weer beuken en dus ik ben disqualificeerd. En terecht. Oh, een beetje gras maaien. Zo jammer, ik zie zo leuk. De andere nemesis voor me, Bal Paul. Mm-hmm. Nou, spannend moet... daar bij de nummer 1 en 2, ook niet? Ja. Die moet ik nou weer in zien te halen, maar dat gaat niet meer lukken, denk ik. Final lap, keep that lead intact. Ah, kak! Ja, dat was de git. Had ik even mijn kist kunnen winnen? Wat gebeurde er dan? Raakte je het gras? Scherp, nou niet scherp eigenlijk. Echte bocht. Ja, ja, ja. Ja, was zweet, Shadow. Ja. Ook nog 2 seconden straf. Als ik het niet gaat, had ik gewonnen. Oh nee, niet waar, net niet. Oh, nog 4 ook. Terwijl ik gewoon echt zo gebeukt ben. Eerlijk waar. Puur op talent, jongens. Puur op talent. Oh, Kesden. Ah, maar als je rondetijden rijdt van boven de 42,6. Ja, dan ben je echt wel slecht eigenlijk. Oh, Evert. Heb je 42,685? Ja, je moet ook wel... 50, hè? Dat is helemaal gay. Ja, dan ben je gewoon gay, Lord.
dan moet je echt gewoon je vriendin zo erin opbellen. En zeggen, luister wijf, ik had je prima kunnen bellen, maar dat heb ik lekker toch niet lopen doen. Dus krijg het schompers maar. Spreek je morgen. Hey. Maar Sam, laat nou eens even zien dat je het echt kan. Doe nou eens even je best. Ja, je moet die jongen niet het onmogelijke vragen. Nee, hij kan het. Hij kan het wel. Moet reëel blijven, Mark. Hoezo? Hè? Ik vraag hem aan. Niet het onmogelijke. Hij heeft gewoon een mogelijkheid om zijn vriendin op te bellen, toch? Nee, maar hij bedoelt met racen. Dat hij nou eens een keer moet laten zien dat hij kan racen. Ik zeg, moet niet het onmogelijke vragen. Ja, dat voor jou was wel correct, Maarten. Maar dat andere is niet zo reëel, hè? Ja. De eerste orde ontzet, jongens. Nou, het ligt aan de massie. Maar deze auto die... Fijne auto, weet je dat? Ja, zeg maar. Kom er even niet op, dat je met je banden zeg maar heen en het heen en weer gaat. Overstuur? Nee, dat woord. Driften. Ik begin weer als 11 hoor. Waarom sta ik steeds achteraan, man? Fuckspel. Als je driftig rijdt te hard. Ja. Dan moet je het gas loslaten, insturen en dan weer, als je weer recht staat met je auto, weer gas geven. Ja, maar als ik dat doe, dan ben ik nooit sneller als andere mensen. Jawel. Maar ja, zit je in ieder geval niet in de kont van iemand anders te beuken de hele tijd. Die wel remmen. Van Elden, man. Ik ga er vandoor. Yo! Ja, wie rapt mij nou zo om een nullum? Paul, rennen voor een bocht. Dat is Paul. Ja. Tuurlijk. Tuurlijk. Jongen. Pas op, haarspeld bocht. Hij kan het wel, want hij rijdt nu eerste. Zie je dat? Hij moet gewoon de hele tijd fucken, die gozer. Ah, jongen, ik heb vol gebeukt. Mooie kleurtjes, Marcel. Dank je. Sukkels. Ik kijk al. Ja, allemaal in de kut. De grindbacht. Je ziet ze gewoon met z'n vijven er gewoon naschuiven. Ja, mooi hè. Ik zie het gewoon gebeuren en ik schuif er zo achteraan. Dat is een beetje jammer. Ja. Het was spannend zo, dat 7. Lekker allemaal bij elkaar. Ja, leuk. Ik rij 9e. Ja, maar ik had het ook niet over jou, Evert. Jij telt niet mee. Alleen de top 7 telt mee. Nou, eens kijken of ik de top 7 nog kan halen. Oh, ik zie jullie al. Ja, ik zie ze ook al. Nee, dan zie ik ze ook, want ik rijd 10e. Ah, penalty, fuck it. Het slaat nergens op. Ja, je rijdt buiten de lijn, dat mag niet, hè. Ik rijd wel langs. Thanks, man. Mag dat niet? Zo doen we dat, Nick, op Zouten. Oké, zegt hij. Hey. Oh, en toen hadden we iets te laat geremd. Oh ja, deze reepbocht vlieg ik weer. Ga je, Marcel. Ja, kijk. Ben je gezien. Ja, bedankt, Sam. Je duwde me goed recht. Die jongen kan wel iets goed. Oh, grindbakje. Lekker. Oh, kom, ga uit die grindbak. Nou, ik zal deze keer netjes tussen de lijnen blijven dan. Waardeloze bocht. Karel die rijdt er netjes eerste. Ja, en hij denkt, hoe kan het? Nee, maar ik maak gewoon een fout in de eerste bocht. Stom. Dan heb ik Shadow weer in mijn kofferbak zitten. Oh nee! Spin! Stom. Ik spin gewoon. En gelijk rijdt hij zesde. Ja, godverdomme zeg. Ik spin in die haarsveld. Je maakt één foutje en je bent gelijk zesde. En 7 hoor. Gezien. Sorry. Ik denk het niet. Doof. Ja, dat zegt hij gewoon met die slechte... Hij kan niet tegen ze verliezen. Dat... Hey, ik remde wel, maar ik remde iets te laat. Ik remde alleen iets te laat.
Dat ja, dat heeft hij gemerkt, ja. Okay. En zo rij je tweede, hatschikidee! Hoppakee! Tom, ik lag gewoon de eerste, man! Oh, dat zou vanavond om 9 je zo ontzettend hard in je reet neukt. Niet fucking normaal hoe er geraced wordt, jongen, echt waar. Ja, maar het is gewoon een wonder als je al aan een finish komt, man. Iedereen beukt je en rampt je en gaat in je kofferbakken, tik je aan. Het is echt. Ja, het is wel een knuffelspelletje. Ja, Shadow, bewijs maar weer. De snelste rondetijd, 1.12.5, jongen. Mm-hmm. Goed bezig, Shadow. Ah, Nick heeft ook niet verkeerd gedaan. 1.13. Nou, daar denkt Chris wel anders over. Nou. Marcel, ik zou hem inlijsten. Ja, ik ga die foto, ik wil foto maken, jongens. Niet ja. Drukken, niet drukken. Hey, ik heb wel de dingetje bij de snelste lap staan, hoe kan het? Ja, 1.13.5. Oh. komt die jongens. Oh. Nee. Bijna. Level up 63. Ja. Met je mooie groene BMW. Oh, wat een lelijke kleur zeg. Echt hè. Ja. Daar heeft hij nou de hele maandag voor geoefend, hè, die cello. Hij heeft gewoon gisteren de hele dag gespeeld om dit te kunnen zien. Nou, jongens, ik ga er ook mee stoppen. Ik moet even mijn bammetje smeren. En, we gaan stoppen. Ik start toch elke keer in de back row, dus ik ben er klaar mee. Wat een kutsmoes. Ik dacht dat je van achterkant je zield heeft. Hé, hey, Nox, volgende week ben jij een Wix-server en dan zetten we ons twee steeds vooraan, ja? Ja, dat lijkt me goed. Hey, morgen, dat is een mooie, dat is een mooie deal, vriend. Zeker. Morgen op kartbaan, hè, Evert? Ja, is goed. Morgen op karten. Dubai, hè? Hoe laat? Ja. 19:30 gewoon, hè. Oké. Okay. Zie mij. Oh, heren, de mazzel. Ja, mazzel. Hey, mazzel. Later. Later. Later.